Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Goedendag, alles wat er op en rond het ABN AMRO World Tennis Tournament gebeurt, brengen wij voor jullie in beeld. In deze vijfde aflevering van Tennis Plaza lopen we daarom een dagje mee met huisfotograaf Henk Koster. Maar de camera's staan nu eerst gericht op het centercourt. Dit is Marcos Baghdatis uit Cyprus. Hij won de eerste set van Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Maar die jonge Dimitrov die won de tweede, allebei in een tiebreak. In de derde set staat het 5-2 voor Dimitrov en zijn er problemen op de service van Baghdatis. Die voor de vijfde keer meedoet in Rotterdam en nooit verder kwam dan de kwartfinale. En ook nu heeft hij het lastig tegen Dimitrov die aan een heel goed jaar bezig is. Hij had voor het eerst een ATP-finale in Brisbane en is nu op weg naar misschien wel een nieuwe finale. Want hier komt de gevaar op matchpoint. Maar de goede service van Baghdatis sleept hem er doorheen. Toch komt Dimitrov in de volgende game alsnog op matchpoint. Hij wint hem en plaatst zich voor het eerst in zijn carrière voor de halve finale ten koste van zijn goede vriend Marcos Baghdatis. Gisteravond werd op het centercourt een partij gespeeld tussen Roger Federer en Timo de Bakker. Oftewel de zevenvoudig Wimbledon kampioen. Tegenover de Wimbledon kampioen bij de junioren van 2006. En natuurlijk was Roger Federer te sterk voor de Nederlander. Maar toch, de Bakker liet bij verlagen heel aardig tennis zien. Ook hier een korte stopvolley van de Bakker. Die helemaal niet slecht speelde, maar het was niet goed genoeg om Roger Federer te verslaan. Want na 1 uur en 2 minuten plaatste Zwitser zich voor de kwartfinale, waarin hij vanavond speelt tegen Julien Beneteau. Terugkijkend naar 40 jaar ABN AMRO toernooi, niet alleen maar leuke herinneringen natuurlijk. 2006 beloofde een fantastisch jaar te worden, het jaar ervoor had Federer gewonnen. In 2006 hadden we Federer gecontracteerd, Nadal, Safin, Lubicic, allemaal topspelers. En op een gegeven moment de ene na de andere afzegging kwam binnen. Nou, dat was al erg genoeg. Hadden we een finale, Stepanek tegen Rogus. Denk van oké. Hoop op een mooie spannende wedstrijd. Hadden we ook nog de kortste finale in de geschiedenis van het toernooi. Ik geloof iets van 40 minuten, 42 minuten. Dus eigenlijk een jaar om gewoon te vergeten. Maar ja, als je herinneringen aan het ophalen bent, moet je ook aan de mindere momenten denken. Vanochtend stond ik onder de douche en toen had ik echt zo het gevoel van de adrenaline spoot mijn oren uit. En het gevoel van koeien die in de wei gelaten worden in het voorjaar. Weet je, dat echt het gevoel van, het is weer zover en nu gaat het echt beginnen. Al 39 jaar is Henk Koster als fotograaf aanwezig bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Alle grote tennissers van de afgelopen 4 decennia heeft hij voor zijn lens gehad. Maar toch wil Koster bij elke partij nog steeds de foto maken. De meest gestelde vraag is altijd, hoeveel foto's maak je nou op een dag? Maar ik maak echt niet zoveel foto's. Maar ik zit wel continu, zit ik op scherp om te wachten op het moment. En dat is, ja, dan maak ik wel eens natuurlijk een voorhandje en een backhandje. Maar je zit eigenlijk toch te wachten op dat moment dat je denkt van, wauw, daar heb ik een foto. Of nou, ook een emotie. Of nu heb ik... Dus dat is eigenlijk de waar je eigenlijk voor zit. Dan zit je dus de hele avond die wedstrijd te fotograferen. En dan weet je, als Zijzing dit gaat winnen, dan gaat het maar om één foto en dat is die. En die moet je dan wel hebben. En dan wordt het ineens extra spannend. En dan krijg ik een beetje zweethandjes en dan weet ik soms, dan vergeet ik ook wel eens te fotograferen als het zo spannend wordt. Dan zit ik op hoogtepunt ineens, kijk, jee, wat een mooi punt. Nou, dat had ik eigenlijk beter kunnen fotograferen, dat had ik ook.
Dus ja, ik leef wel heel erg mee in de sport. Ja, het hoeft niet per se mooi te zijn. Ik zit op een gegeven moment in 84 met die bommelding. En die scheidsrechter komt aan en die zegt, jongens, jullie moeten onmiddellijk weg. Want er is een bommelaard. En toen dacht ik, jee, wat gebeurt hier? Weet je? Dus ik heb wel de foto gemaakt, maar ik was wel meteen weg. Die spelers die waren weg, maar ik was er gelijk achteraan. Maar echt de mooiste foto's. Er hing ooit eens bij een fotoredactie waar ik werkte, hing er een heel grote banner boven het bureau. En er stond op, you're only as good as your last picture. Dus ik blijf nooit lang hangen in mijn foto. Ik probeer elke dag weer gewoon die uitdaging aan om een betere foto te maken. Het zijn niet echt dingen die mij erg blijven hangen. De champagnebar wordt ook dit jaar druk bezocht in Ahoy. En wij blijven er op zoek naar mooie verhalen. Ja, kijk, dankjewel. Ik ben Leon Ameling en ik kwam hier en ik ben hier om Roger te bekijken. We hebben net mooi zien winnen. Ik ben Henny Smaling en ik kom hier ook om Roger te zien. Leuk. Op Roger? Ja, zeker op Roger. Van mijn 12e tot mijn 18e op tennis gezeten. Leuk niveau, maar ja, niet echt hoog niveau, dus gewoon lekker ballen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Mijn vrouw die heeft vroeger echt een beetje op niveau getennist, maar ik sla alle ballen buiten. Ik hou eigenlijk van alle leuke dingen en tennis is daar één van. En vooral, ik kijk tennis en als ik dan Roger Federer zie, dan word ik blij. Gewoon een persoonlijkheid, een leuke, lieve man lijkt mij. En ja, natuurlijk Djokovic en Nadal ook allemaal leuk, maar... Je zag vandaag Federer ook weer naar het net gaan en zo surfvolley spelen. Vond ik al heel aantrekkelijk altijd. Nogmaals, op het op leven Roger. En op Roger, absoluut. Zeker. En op Moer. Cheers. Cheers. En tot zover Tennis Plaza voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard ook en zie je onder meer de eerste halve finale partij van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De mooiste rally van deze dag tot nu toe. Komt op naam van de heren Dimitrov en Baghdatis. En zo maak je een rally af. Tot morgen, tot Tennis Plaza. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.